Deze video is goedgekeurd door Dagelijks AD. Hey mensen van Dagelijks AD, vandaag leer ik jullie hoe je een geheime vloer, ondergrondse bunker iets maakt. Ik weet niet hoe je het moet noemen, maar in ieder geval, ik ga uitleggen hoe je dit maakt. En dan, ja, dan kun je gewoon hier alles geheim houden wat je maar wilt, zolang niemand er vanaf weet. Je ziet, hij drukt eerst een blok in, dan ga je erin. En dan denk je van, waarom doet deze piston zo raar? Die gaat omhoog, zodat je op het eind, kijk, als je eruit wilt, dat je eruit kan springen. En ja, laten we gaan beginnen. Je pakt eerst gewoon je hebt een sticky piston nodig, doe je erop. En dan doe je een gewone piston. Pak je je blok, doe twee opzij. Hier een piston en hier een piston. Dan kan dit blok weg. Hier doe je nog een sticky piston. Dan kan dit blok weg. Doe je daarop een blok. En dan heb je de basis al. Dat was vrij simpel toch, of niet? In ieder geval, ik vond het hartstikke simpel. Dan pak je een repeater. Die zet je zo neer. En doe je op de tweede tik. Dat is erg belangrijk, want anders gaat het hele ding raar doen. En dan werkt die gewoon niet meer. Dan heb je een redstone torch en een blok hier. Hier doe je een redstone torch. Hier, hoe heet het? Redstone. Dan pak je deze blokje. Hier zo. Dropper. Het moet een dropper zijn. Dat is erg belangrijk. Pak je een hopper. Die doe je er tegenaan. Zorg dat hij zo erin zit. Dat hij zo doet. Dan pak je een repeater. Repeater doe je erop. Oh. Zet je ook op de tweede tik. Ook erg belangrijk. Dan doe je hier in een random blok. Hier doen we nu even redstone ding in. Dan pak je een blok weer. Een comparator. Het is heel belangrijk dat die twee dingetjes naar de hopper wijzen. Zodat die mechanisme kan doen. Dan doe je hier een blok, dan de redstone. Dan gaat dit even spacen. Dat maakt helemaal niet uit. Dat is juist goed. Als hij dat doet, is het hartstikke goed. Dan pak je een cobblestone. Een blok. Maakt niet uit welke. Hier loop je. Hier is je geheime basis ding. Ja. Dan heb je ook een random ding. Meestal kisten neem ik aan. En ja, dat is hem al. Ik zet even dag maken. En dan denk je van ja, maar nu staat die wel zo. Hoe krijg ik hem nou gepowered? En ik zie dat ik iets fout heb gedaan, geloof ik. Even kijken hoor. Waarom is... Oké, dat komt later nog. Ik dacht dat ik iets fout had gedaan, maar dat heb ik niet gedaan. Niet een comparator. Die gaan we even wegdoen. Dan zet je die zo neer. Dat maakt niet uit welke tik die op staat, zolang je maar die hebt. Dan pak je zo'n blok, doe je een redstone. En dan schuift die uit. En dan is dit je grond. Dit is je ondergrond, zeg maar in je huis of zo, weet ik veel waar. En dan... Ja, je moet ongeveer 1, 2, 3, 4 blokjes naar beneden graven om dit te bouwen. En het is vrij klein op zich. En dan hier in het midden zit die, geloof ik. Ja, in het midden. Oké, dan doe je zo. Hup, dat is zo simpel is dat nou. Pak je een button, zo. Die ga ik even weghalen, want daar moet ik zo meteen nog iets laten zien. Zo. Die button, ja, gewoon aansluiten op redstone, zo. Zo, zo. Dan moet je nog eentje lager. Je moet even zorgen dat hij niet tegen dit redstone hier aankomt. Want anders heb je... Wacht, het is ook fout. Zo. Het moet in een lijntje liggen. Dan werkt het best. Tenminste, voor zover ik me kan herinneren. Dit is ook weer fout. Het gaat lekker. Dan zo, ja. Oké, dan doe je hier nog een blok. Want dat is wel nodig. Zo, de redstone. En dan is hij geconnected op die, hoe heet het? Die torch. Dan ga je op je blok staan. Het handigste is om even een randje te bouwen. Dat je hier kan staan. Huppatee. En dan ben je er. En normaal is het natuurlijk zo bedekt. Hup. Bedek het even. En dan denk je van ja, hoe kom ik hier nu uit, weet je? Handig. Dan doe je hier een button. Redstone. Even een pad hierheen maken, doe je. Zo.
Okay. Je kan hier een repeat doen zoals ik doe. Ik doe dat omdat als je een vertraging hebt. Kijk, je stuurt het signaal. Je hebt een vertraging waardoor je makkelijker eruit kan. Maar het kan ook gewoon hier redstone zijn als het goed is. Alleen dan gaat hij wat harder. Je ziet het niet veel, maar als ik hem ver zet, dan zul je het waarschijnlijk wel merken. Kijk, dan gaat hij wat slomer. Dus dan heb je wat meer tijd om eruit te komen. Dit was mijn tutorial van hoe ik een redstone ondergrondse bunker maak. Geef het filmpje een groen duimpje, zodat het beter wordt. Kijk naar mijn kanaal en ik hoop jullie daar te zien. Later mensen.